Ja? Ik krijg nog één keer in de week of twee keer in de week krachtsport. Ja? En ik mag niet meer als met banken 50 kilo drukken. Want dan wordt de druk in mijn hoofd te groot. Ja, ja. Dan kennen die hersenen niet meer op. Zeggen ze. Zeggen ze. Nou ja, laten we wat meenemen. Ja, ze zeggen wel meer. Maar ja, ik stel ook geen hersen meer 78, nee toch? Ja, precies. Ik ben tevreden dat ik daar al binnen kan komen met die gasten een beetje kan... sparren. Slap lullen. Was er een, die heet Piet Roodhuizen. Hij is echt sterk geweest. Maar die is 80 geworden, onze Han. En die hebben een meisje, een nieuw meisje, zo van 82. Ja, knap wijf, joh. Koos zegt, ik ben geopereerd. Zo'n litteken, ze hebben mijn prostaat eruit gehaald. Wat hebben ze eruit gehaald? Prostaat! Zo! Ja, dat is, heeft niks met kiwis te maken, hoe heet die ding? Later. En zeg ik, Koos, zal dat nou nog goed komen? Ja, dat is dan even tussendoor tegen elkaar, mondtelefoon van Piet. Dat weet ik niet. Later met de dokter. Dokter zegt, ja. Moet kunnen. En zeg, nu zit ik er ook al goed. Oh, heel niet. Oh. Een mooie. Een maand later zat hij nog. Dat werkt niet meer. Hè. Ook niet met dat vriendinnetje. Het is een ding zo groot als een biefstuk. Vandaar dat grote litteken. Want ze halen doen ze anders binnendoor. Hè. Ja. Ging dat dan binnendoor? Nou, ik leid ze maar in. Hè. Ja, dat zijn leuke dingen die daar...